We spreken met Julius Faber van Aras. Julius, jullie hebben een heel uitgebreid productengamma. En kun je eens vertellen wat jij ziet als grote trend in de markt? De afgelopen jaren heeft vooral de focus gelegen op gebruiksgemak, eenvoud. Al onze systemen worden tegenwoordig geleverd met een app. Iedereen wil vanaf afstand thuis een camerabeelden kunnen bekijken bijvoorbeeld. Wat mensen zich nu langzaam, wij denken te langzaam, beginnen te realiseren... is dat er ook een keerzijde zit aan het gebruiksgemak. Um, gebruiksgemak gaat la namelijk lang niet altijd hand in hand met veiligheid. Um, zeker met de opkomst van IoT, dus Internet of Things, ja. zijn er steeds meer dingen die met elkaar moeten en gaan praten. Waardoor die risico's eigenlijk alleen nog maar toe gaan nemen. Dat lijkt me een, een uh, bewustwording die bij jullie zit, maar zit die bewustwording ook al bij de installateur en bij de eindgebruiker? Ik denk dat we als branche verplicht zijn uh, om die bewustwording bij de eindgebruiker te creëren. Uh, die zien wel dat het werkt, maar die weten niet hoe het werkt. Um, wij als sector moeten dus die bewustwording creëren. Ja. En ik denk dat het als distributeur binnen die sector dat daar twee hoofdverantwoordelijkheden bij ons liggen. Allereerst moeten wij uh, ook echt veilige producten verkopen. Uh, dan kun je denken aan de combinatie veilige uh, camera en recorder, uh, veilige laser en pas, uh, veilige netwerkapparatuur en server. Uh, ga zo maar door. Um, want nog steeds lezen we berichten over systemen die worden gehackt um, of systemen die uh, van nature al lekken bevatten uh, en dus ook niet te patchen zijn. Die tweede verantwoordelijkheid, uh, dat is als distributeur dat je kennisdrager moet zijn van die systemen. Wij zijn als distributeur dus verantwoordelijk om dat te zorgen dat die veilige producten ook goed worden toegepast op een ja. veilige manier. Um, we merken nog steeds dat er systemen in de markt zijn um, die worden opgeleverd met standaard wachtwoorden. Um, ja, wij vinden dat het niet moet kunnen. Um, en we zijn ook blij om te zeggen dat wij als Ares Security die twee vereisten probleemloos in kunnen vullen. Ja, nu hebben jullie op de Amsterdam Security Expo, hè? we staan aan de voorhand daarvan van de mogelijkheid om installateurs te toetspreken. Want jullie hebben niet één stand maar? Uh, we hebben in totaal zeven stands, uh, waarvan er eentje uh, op de convention, uh, zes op de expo. Um, daar hebben we een mooie splitsing uh, qua stands. Uh, we hebben namelijk uh, vijf stands waar we ons focussen op distributie. Uh, en we hebben één stand uh, waar ons security management systeem uh, wordt gecombineerd met uh, onze projectondersteuning. Ah, nu heb je me verteld dat je een geweldig systeem hebt. Om te zorgen dat mensen langs alle stands even komen te kijken. Mijn volgende vraag is: kom je ook met iets nieuws op de beurs? Um, eigenlijk komen we met alleen maar nieuwe dingen. Uh, Noemen ze eens even heel snel op. Uh, voor inbraakdetectie komen we met eigenlijk een, een hele nieuwe lijn. Uh, voor toegangscontrole komen we met uh, nieuwe software voor ons cloud-based uh, toegangscontrolesysteem uh, Vera, uh, maar ook voor Card Access. Uh, voor video komen we uh, met, uh, met nieuwe software waar weer nieuwe modules in zitten. Um, uh, voor ons recent geïntroduceerde video-management systeem. Um, dan hebben we voor branddetectie uh, twee nieuwe centrales die we willen laten zien. Um, en voor ons security-management systeem voegen we een, uh, een kleiner broertje toe, om het zo maar te zeggen. Uh, waardoor het ook voor het, het midden- en laagsegment enorm interessant wordt. Ten slotte hebben we natuurlijk nog onze combinatiestand. Waar we staan met onze partner en leverancier Bosch. Um, waar we denk ik uh, uh, wereldwijde primeurs gaan laten zien.